يؤنسه القرآن، كنزك لو تدري ما الآن، وبصائر خيره مشبعة، فيه الرفعة والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beste broeders en zusters, welkom bij deze aflevering van Laat je hart bloeien in de Ramadan. Vandaag gaan we het weer hebben over iets wat de emotie en wat de invloed en effect van de Koran op ons sterk laat oplopen. En dat is het tartiel. We hebben al kort hierover gesproken in een van de vorige afleveringen. En vandaag gaan we ietsje meer ons verdiepen op dit onderwerp. Het tartiel was dat jij de Koran goed reciteert. Met duidelijke uitspraak, op een, op een gebalanceerd tempo en met, een, uh, uh, met, met gevoel. Nou, het tartiel is niet zomaar opgedragen op ons, voor ons om te doen. Allah zegt, وَرَتْلِ الْقُرْآنَ tartila Reciteer de Koran met tartiel. Dat is niet zomaar. Waarom? Omdat deze tartiel grote invloed heeft op onze gevoelens. Wat betreft de Koran. En door die gevoelens op te wekken, hè, zorgt dat, dat de effect van de Koran groter op ons hart wordt. En deze tartiel, om natuurlijk effect te laten hebben, moet samengaan, of dient samen te gaan, met het nadenken over wat je leest. En daarom moet je op een rustig tempo lezen. Op nadenken over wat je leest. En dat jij uh, in, 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 in beweging komt met de eijers. En dat je echt met, de, met het verhaal meegaat, wat er in de Koran wordt genoemd. زوجت الإيمان في قلب مجلس القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم حَسِّنُوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. فرفع القرآن ما تلستمن. القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا القرآن، هذه الكلمات الله، لا Alhamdulillahi rabbil alameen. Dat geeft ineens een hele andere lading. Dezelfde woorden. Het is nog steeds de woorden van Allah. Nog steeds wonderbaarlijk. Maar die, uh, uh, je verfraait de Koran. En daarmee wordt het effect van de Koran op jou ook groter. al-Hasan. De mooie stem, de fraaie stem. Die maakt de Koran nog mooier dan dat hij al is. Dus. Dat is wat de Profeet alayhi wa sallam, ons adviseert omtrent het mooie reciteren van de Koran. En uh, wat ook nog meer helpt op invloed krijgen van de Koran is het lezen vanuit een boek, vanuit Moschaf. De Profeet alayhi wa sallam, zei: Wie, wie wil, wie graag wil, wie er blij van wordt dat Allah en zijn Profeet van hem houden, laat hem lezen uit een Moschaf. Moschaf is. Het boek waar de Koran in staat. En een derde, een derde, het derde wat je kan gebruiken om de invloed van Koran op jou te versterken. Is het hardop reciteren. Met hardop bedoelen wij met een stem. En niet fluisterend of in jezelf of alleen je lippen bewegen. Maar met een stem. Niet dat je moet schreeuwen zoals we eerder al hebben gezegd. Maar met een stem. Dus hardop. En dat is dat je hardop bidt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به Dat betekent, Allah subhanahu wa ta'ala heeft naar niets meer geluisterd dan het luisteren naar een profeet die de Koran reciteert op een fraaie manier. يتغنى به Heel mooi reciteert. يجهر به Hij leest het hardop. Deze profeet die de Koran leest, leest het hardop. Dus, beste broeders en zusters, het tartiel, uh, het hardop reciteren, en het lezen uit een Moshaf. Deze drie dingen, hè, die, zijn, die geven, jou een, die geven het, de recitatie een extra lading, en die versterken de, het effect van de Koran op je hart, natuurlijk samen met het tafakkur, samen met het tadabbur, samen met het nadenken over wat je leest, terwijl je leest. Je hoeft niet, met tadabbur bedoelen wij niet, beste broeders en zusters, dat je... Echt bij iedere eier moet stoppen, betekenis opzoeken, kijken wat er staat, wat wordt hiermee bedoeld, tafsir erbij. Ja, dat bedoelen we niet bij iedere eier. absoluut niet. Maar dat jij globaal weet, Allah spreekt hierover. Er is bijvoorbeeld een verhaal van een oude sheikh, een hele oude man, die analfabeet is. Hij kent geen Koran, maar hij houdt ervan om, hij heeft een kleinzoon, en hij houdt ervan om de Koran te beluisteren van zijn kleinzoon. Hij zegt tegen zijn kleinzoon lees Koran voor mij. Hij voor mij sura Yusuf. En dan gaat die jongen قرآن Yusuf lezen. Hè? En die jongen is nog jong is gewoon net als hoe wij hoe voor ons is, gewoon lekker lezen, يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ezofort. يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم. Maar terwijl die jongen aan het lezen is, zijn helemaal emotioneel in het verhaal. Wanneer ze zeggen, wanneer Allah zegt in de Koran dat zijn broers hem in de put hebben gegooid, zie je die oude opa zie je gewoon zeggen, oh Subhanallah, ze hebben hem in de put gegooid. Misschien die Yusuf, helemaal alleen. Hoe zou die daar in die in die put hebben, het hebben meegemaakt? En later, wanneer, en je ziet gewoon dat heel het verhaal zie je hem emotioneel met het verhaal meegaan. Hij begrijpt misschien niet ieder woord, maar hij weet wat er wordt gereciteerd. Hij probeert mee te leven met het verhaal. Dit terwijl hij geen kennis heeft, analfabeet is, een oude man is, en het wordt gereciteerd door een jonge, kleine jongen die nog niet heel emotioneel kan reciteren. Jij kan er wat van maken. Jij kan de Koran gebruiken om effect te laten hebben op je hart. Mogen Allah ons helpen om dit toe te passen, inshallah. En mogen Allah de Koran effect op onze harten laten hebben en deze maand laten bloeien, inshallah. We kijken vandaag naar Surah Mariam. Surah Maryam is een surah waarin enkele namen van Allah subhanahu wa ta'ala veel zijn voorgekomen. Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeders en zusters, is Ar-Rahman Ar-Rahim. De meest barmhartige, de meest genadevolle. En subhanallah, deze Surah to Maryam heeft heel veel voorbeelden gegeven van de genade van Allah subhanahu wa taala. En ook nog eens is het woordje ar-Rahman in Surah to Maryam heel vaak teruggekomen. Misschien zelfs als ik het goed heb, twintig keer. Wallahu a'lam. Heel vaak is het woordje ar-Rahman, de genadevolle, is teruggekomen in Surah to Maryam. En er zijn dus heel wat voorbeelden van de genade van Allah in deze surah. Noem of zoek. Drie voorbeelden of drie vormen van de genade van Allah die tevoorschijn komen in Surah to Maryam, Surah nummer 19. De opdracht van vandaag, beste broeders en zusters, heeft te maken met je gezin. Met je vrouw en kinderen. Of met je man en kinderen. Of met je ouders. Nou, onze familieleden, ons gezin, en dan spreek ik vooral de mannen aan.

Voor, jullie, voor hetgeen wat onder jullie hoede staat. De leider is verantwoordelijk. En voor, voor hetgene, voor zijn volk, zeg maar. En de man is verantwoordelijk voor zijn gezin. en hij wordt aansprakelijk gehouden voor ze. En de vrouw is verantwoordelijk in het huis van haar man. en zij is, zij is aansprakelijk voor waar zij verantwoordelijkheid over draagt. Dat betekent, deze verantwoordelijkheid die je draagt. als man en als vader. Is niet alleen maar verantwoordelijkheid in uh, de materiële zaken. Dat jij uh, voor inkomen moet zorgen. Dat er altijd brood op tafel is. Dat ze altijd kunnen eten en drinken. En dat, er, uh, dat ze kleren hebben. Hè? Dat ze uh, op vakantie kunnen gaan. Dat ze naar school kunnen gaan. Je kan onderwijs betalen. Dat is niet uh, het enige wat onder jouw verantwoordelijkheid valt. Maar wat onder jouw verantwoordelijkheid valt, volgens de hadith van de Profeet, alayhi wa sallam, zijn niet alleen de, middel middelen, de wereldse middelen, maar. De tarbie, de opvoeding op islam. Jij bent als vader daar verantwoordelijk voor. Als jouw kinderen of jouw vrouw de islam niet praktiseren, jij wordt aansprakelijk gehouden. Veel mensen nemen dat niet zo serieus. Veel mensen denken dat het iedereen is vrij, individueel, hè? individualisme. Zij moet het maar zelf weten. Of zij wilt bidden of niet. Of zij een hijab wil dragen of niet. Hoe zij omgaat op straat. Hoe zij met andere mensen praat. Wat je kinderen doen. Met wie ze bevriend zijn. Of ze roken of niet. Het boeit hem allemaal niet. Waarom? Ja, iedereen is vrij. Ik kan toch niks doen? Nee, jij bent aansprakelijk. Allah gaat jou daarover vragen. Dus, Allah zegt, Wa'mur ahlaka bis salah. was alayha. Draag jouw familie op, jouw gezin op, om een salat te verrichten. Dus in plaats van dat je alleen maar, uh, in plaats van dat je alleen maar, uh, 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 de wereldse de materiële dingen voor ze regelt, jij bent verplicht, om ze islamitisch op te voeden. En dat betekent niet alleen maar dat je ze informatie geeft, maar dat je ze opdraagt om dingen te doen. Mijn zoon, het is tijd om te bidden. We moeten bidden. En je legt hem uit. Waarom is het gebed belangrijk? Eerlijkheid is belangrijk. Mijn dochter, het is tijd voor jou om een hijab te dragen. Waarom is een hijab belangrijk? Waarom moet jij je kuis gedragen? Waarom moet je op die, uh, 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 op die manier kleden? Voor de jongens en meisjes. Waarom mag je niet schelden? Waarom mogen wij geen rente? Waarom drinken wij geen wijn? Waarom moeten wij gaan geven? Waarom moeten wij goed omgaan met onze ouders? Waarom moeten wij mensen, uh, onze familieleden, bezoeken? Jij moet ze al die dingen leren. Jij bent daar verantwoordelijk voor. En dat betekent automatisch ook dat jij die kennis moet opdoen als je die kennis nog niet hebt. Anders kun je dat niet doen. Dus, beste broeders en zusters, deze Ramadan en iedere Ramadan is een geweldige kans om samen te zitten met je gezin, met je vrouw, met je kinderen. Om samen die saamhorigheid even te voelen, om met elkaar te praten, om de motivatie op te krikken voor Iman. Samen misschien de Koran te bestuderen. Misschien kunnen jullie deze vragen die wij hier behandelen, samen onderzoeken, hè? kijken naar een oplossing. Uh, of het antwoord van de vragen. kunnen jullie misschien samen zoeken in de Koran? Misschien kunnen jullie de opdrachten die wij delen, samen uitvoeren. En uh, misschien hebben zij vragen voor jou. dan kun jij ze antwoord geven op die, op die vragen. En op die manier kun jij, kunnen jullie samen als gezin goede daden verrichten. Laten wij vanaf vandaag ook hierop focussen. op ons gezin. en om zo samen onze harten te laten bloeien. We vragen Allah Subhanahu wa Ta'ala om dit voor ons mogelijk te maken. ففراخ الله سبحانه وتعالى مستند فاستغتعود اندي زمانت انهرنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك